Goedemorgen beste kijkers, welkom terug bij een nieuwe video van de Treinreiziger. Ik sta vandaag zowaar niet in België, maar in Duitsland. Voor het station van Duisburg Hauptbahnhof, Duisburg, zijn we nu midden in het Ruhrgebied in Duitsland. Ik ga vanaf hier niet per Deutsche Bahn reizen, zoals je misschien zou denken. Maar ik ga vanaf hier met de tegenpool van de Deutsche Bahn reizen, namelijk het Ryanair van de spoorwegen, de Flixtrain. Ja, ontzettend leuk dat je kijkt. We staan dus nu voor station Duisburg Hauptbahnhof. Dat is niet het mooiste treinstation van Duitsland. Nee, dat is echt het meest lelijke treinstation dat je zowat in Duitsland kan treffen. Zeker voor een Hauptbahnhof. Het wordt de komende jaren flink verbouwd. En de trein die ik dus ga nemen is de Flixtrain, niet de Deutsche Bahn. Maar de Flixtrain naar Aken, richting de Nederlandse grens. En vanaf daar stap ik over op de trein naar Nederland. Ik ben benieuwd wat ik daarvan kan verwachten. Ik heb hiervoor een kaartje geboekt voor 18 euro. Een soort comfortklasse, dus met extra beenruimte. En ook nog stopcontacten en waarschijnlijk ook USB-poorten. En er schijnt ook nog wifi aan boord te zijn. En ik ben eigenlijk wel benieuwd, kan ik voor 18 euro van Duisburg op tijd aankomen in Aken? En ik ben ook wel vooral benieuwd, wat kan je dus voor 18 euro verwachten? En ook, zullen we op tijd komen? Want ik denk, ik kom hier eventjes op tijd, want het is 12 uur nu ongeveer. Mijn trein gaat pas om 1 uur, dus ik heb hier nog alle tijd. En nou ja, ik ben benieuwd, wat kan je voor 18 euro verwachten? En of we zowaar op tijd kunnen aankomen in Aken. Daar komen we maar op één manier achter, dat is door richting het station naar het perron te lopen. Op station Duisburg Hauptbahnhof dus. Even snel koffie gaan bij de Kampsen van broodjes. Nou, hierachter zie je het misschien al. Het is echt één totale chaos. Lekker veel bouwwerkzaamheden. Het wordt echt gigantisch verbouwd. Daarachterin is het al redelijk verbouwd. Daarnet vertrok de RE19 naar Düsseldorf. Trein naar Arnhem. Ja, bedankt voor de omroep. Nu tot orde van de dag. De trein zal volgens de Flixtrain app vertrekken van spoor 3. Dat is hier achter mij. Er komen nog andere treinen, waaronder de Flixtrain naar Keulen, die is al te laat. En volgens de DB Navigator, de trein richting Aken, die is tot dusver op tijd. Daar ben ik eigenlijk wel het meest naar benieuwd, want die Flixtrain schijnt nou niet bepaald een trein te zijn die lekker op tijd is. De meeste treinen arriveren tussen een half uur tot misschien wel een uur te laat. Dus ja, ik ben echt wel benieuwd. Ik heb in Aken een overstap van 20 minuten op de trein richting Limburg, richting Nederland dus, die van Arriva, de RE18. Dus ben benieuwd. En nog even voor de duidelijkheid, dit station is zo troosteloos als ik weet niet wat. Gezien ik hier nu nog dik 40 minuten heb voordat mijn trein naar Aken vertrekt, even lekker treintjes klikken. De trein die hier achter mij staat is niet de trein richting Aken, maar de trein naar Keulen, de trein uit Hamburg. De Flixtrain die is 5 minuutjes te laat en heeft een dikke Taurus voorop. En daar verderop staat de RE1 richting Aken, de Rijn-Ruhr Express, en die wordt helemaal bestormd. De Flixtrain die ik zo meteen ga nemen is een vrij lange verbinding. Deze begint helemaal in Dresden, wat tegen de Poolse en de Tsjechische grens aan ligt. En gaat vervolgens in een enorme slinger bovenlangs, helemaal onderlangs door naar Aken. En dat ligt tegen de Nederlandse en de Belgische grens. Ze reist van bijna 6 à 7 uur. Dat is echt een verschrikkelijk lange rit. De trein die ik dus zo meteen neem, die komt dus uit Dresden en gaat dus helemaal naar Aken. En de rijtuigen die de Flixtrain gebruiken zijn XDB Interregio rijtuigen. Of in ieder geval regionale rijtuigen. Dus ik ben hartstikke benieuwd. Leuke vraag aan jullie, wat rijdt hier op tijd? 1 totale chaos hier in Duisburg. Twee achter mij, de ICE 2 uit Berlijn vertrekt naar Düsseldorf, is wacht op mijn trein. Meestal kun je op het perron hier een soort wagenstand aan zaken winnen, namelijk de rijtuigvoorwaarden. Voor de Flixtrain is dat niet zo, alleen mijn rijtuig is net ergens achterin. Vrijgezellig feest. Thank you.
Nou, aan boord van de Flixtrain dus, het Ryanair van de spoorwegen. Ik heb gereserveerd in rijtuig 8, zo'n comfortzitplaats. Ben benieuwd. En dit is wat je dan kan verwachten. Er is hier een jassenhaakje, dan even het tafeltje. Dat klinkt helemaal best. De beenruimte is meer dan genoeg. Er zijn hier twee bekerhouders. Tussen de stoelen zijn er stopcontacten met USB-poorten. En de stoel zelf is redelijk hard, maar wel een groot hoofdsteuntje. En nog een middenarmleuning. Al met al is het niet zo comfortabel, maar wel voor 18 euro best wel aardig. En we vertrekken nu met deze trein, gaan we naar Aachen. We staan nu met de Flixtrain op station Keulen Hauptbahnhof. Dat is een van de grootste en drukste treinstations van heel Duitsland. Nou, op dit moment buiten is het daar ook één totale chaos. We zijn tot dusver keurig op tijd. Dat is echt heel positief voor de Flixtrain. Meestal is hij echt zwaar te laat. We zijn nu op de helft van de rit van de vier. Op een half uur naar Keulen. Of correctie naar Aachen vanuit Keulen. Wat mij opvalt, terwijl daar een S-baan trein aankomt. Wat mij opvalt is dat het echt heel goedkoop is. Het brengt je op een goedkope manier naar je bestemming. Ja, de schoen is niet geweldig, de ramen kunnen deels open, de trein heeft geen airco, maar wel weer wifi. Dus dat is hartstikke goed en die doet ook prima. Vanaf hier zie je nog een klein half uurtje richting Aachen. En we gaan nu weg. En naar Keulen is het rijtuig zo goed als leeg. Even heel snel een wc-shot tussendoor. Nou, dit is het toilet van de Flixtrain. Het water doet het. Er is zeep, er is papier en een prullenbak. En het toilet zelf doet het prima. Schoon toilet. Na een reis van anderhalf uur met de Flixtrain die hier afgerangeerd wordt met een vertraging van net geen 7 minuten aangekomen op station Aachen Hauptbahnhof. Het was zeker niet de meest comfortabele reis die ik ooit heb gehad. Maar voor slechts 18 euro anderhalf uur van het Ruhrgebied naar Aachen en aansluiting hebben op de trein naar Nederland. Ja, dat is echt wel, vind ik, hartstikke goed. Ja, het is zeker niet de meest comfortabele trein. Dus ook bij deze, let erop, de Flixtrain is een prima alternatief voor bijvoorbeeld de ICE. En je moet dus daarbij ook rekening houden. Het brengt je letterlijk voor een laag tarief van A naar B. Meer doet het niet. Hele oude rijtuigen had ik ook nog mee, dus het was echt een gigantisch kabaal. Ja, het is dat ik oortjes heb, dus ook daar kun je misschien rekening houden, mee houden. Neem oortjes mee. Maar al met al is de Flixtrain zeker niet verkeerd. Als we het een cijfer moeten geven van 1 tot 10, gaan we voor een lichte 7. Ja, een lichte 7.
Het kan natuurlijk altijd beter, maar voor Flixtrain begrippen is een 7 prima. Ik stap je over op de R18 naar Nederland. Snelste bezoek aan Heerlen ooit. Ja, want Arriva maakt het weer lekker spannend hier in Limburg. Gelukkig heb ik de NS Intercity in Heerlen gehaald in 2 minuten in plaats van 7, want we waren 5 minuten te laat naar Aken. Hoe dan ook, ik heb de trein gehaald, dus ik kan weer mooi lekker richting huis. Conclusie over de Flixtrain, want daar ging het vandaag om. De Flixtrain is zeker een heel goed alternatief voor als je op een goedkope manier van A naar B wilt, want meer doet het niet. Voor de rest was de reis dan ook niet de meest comfortabele reis die ik ooit heb gehad. Maar goed, voor 18 euro is het een goed alternatief in vergelijking met de Deutsche Bahn, wat op dat traject waarschijnlijk iets van rond de 30 à 40 euro vraagt. Dus voor 18 euro van het Ruhrgebied naar Aken is het prima prijs. Je krijgt dan weliswaar wat minder, maar goed, wat ik al zei, het is Flixtrain, het is Ryanair van de spoorwegen, dus het is een prima alternatief. Er is dan weliswaar één ding waar je op moet letten: het maakt een hoop lawaai als je met 200 door Duitsland reist en het heeft geen airco aan boord. Dus neem bijvoorbeeld oortjes mee als je geen hard geluid wil en houd er dus rekening mee dat het echt best wel warm kan worden in die trein. Want het heeft geen airco, de ramen kunnen een heel klein stukje open, maar verder is het allemaal dikke prima. Ik sluit hier nu lekker de video af. Ik ga nu lekker richting huis via Den Bosch, want werkzaamheden. Vond je deze video leuk? Laat dan een blauw duimpje achter. Abonneer op mijn kanaal, laat een leuke reactie achter. En laat zeker weten wat jouw ervaringen zijn met de Flixtrain, het Ryanair van de spoorwegen. Dan zie ik weer een nieuwe video van de treinreiziger. Voor nu, bedankt voor het kijken. En salut. En schrik niet, de treinreiziger reist maar weer eens eerste klas. Dit keer wat minder comfortabel, want flow weer. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video.